Nou, we hebben met name in december behoorlijk wat inbraken gehad. Nou is het op een schaal van een grote stad is dat niet veel, maar voor een dorp als Zeewolde wel. Kijk, als je van 1 inbraak per maand naar 3 inbraken per week gaat, dan moet je aan de bevolking vragen, help de politie, want de politie kan niet overal zijn. En zeker als het op tijdstippen is waarbij je denkt van, hey, daar hadden mensen kunnen zien, dan moet je ogen en oren open houden. En vandaar dat ik dat beroep heb gedaan. Wat moeten de inwoners van dit dorp doen? Nou, ze moeten met name kijken van als iets opvalt in de straat of wijk, dat ze daar alert op zijn. Bij wijze van spreken, maak er een filmpje van of noteer even een kenteken of dat soort zaken. Zodat onze politie daarna een stukje vervolging op kan zetten en kan kijken van, hey, is er toevallig in die straat wat gebeurd? Want gezien de capaciteit van de politie is dat niet mogelijk, dat het werk alleen door de politie gedaan kan worden? Nee, wij hebben een gigantische oppervlakte, 268 vierkante kilometer, heel uitgestrekt gebied. En daar rijdt in principe vanuit het dorp Zeewolde 1 politieauto. Dus je kunt nooit op tijd ergens bij zijn. En dan moeten de inwoners van het dorp moeten dat beseffen. En vandaar mijn oproep van help mee en probeer op die manier ervoor te zorgen dat de criminaliteit wat heel erg laag is in Zeewolde, dat we dat laag houden. En dat tekort aan de politie, zegt u, ja, dat gaat toenemen in 2020, juist vanwege ook evenementen. Nou, we hebben te horen gekregen, landelijk, vanwege alle grote landelijke evenementen die in 2020 gaan plaatsvinden, moeten alle regio's moeten mensen inleveren. Dat betekent dus ook voor de regio hier in Flevoland. En hoeveel mensen dat van ons team zullen zijn, dat weet ik niet. Maar dat het krap is en dat we de schaarste met elkaar moeten verdelen binnen Flevoland mag duidelijk zijn. Dus van daaruit dat ik die oproep heb gedaan. Naast de politie maakt u zich ook ernstige zorgen over aanrijdtijden van brandweer. Nou, ik maak me daar geen zorgen over in die zin. Ik weet gewoon dat het altijd zorgelijk is en zorgen zal blijven. De norm die landelijk is bedacht is niet van toepassing op een gemeente met onze oppervlakte. Dan zouden we 20 kazernes hebben en we hebben er maar eentje. Dus dat betekent dat je zelf voor je eigen veiligheid moet zorgen. En die roep heb ik ook maar eens een keer weer hier neergelegd. Opmerkelijk is dat u elke nieuwjaarstoespraak praat je gewoon daarover weer. Ja, maar elke keer met een andere insteek. Nu vanuit een stukje zorg, ook vanwege het feit dat we zijn begonnen bij wijze van spreken met 30 brandweervrijwilligers. We hebben er nu nog 20. Dus we hebben er echt 10 bij nodig. En dat is niet een klein beetje, dat is heel veel. En zeker omdat vrijwilligers zijn die dan in een 24-uur situatie beschikbaar moeten zijn, heb je er gewoon meer nodig. Dus ik roep op 10 mannen en vrouwen uit ons dorp die dat willen gaan doen.